Sinds kort is het sterftecijfer onder de Javaanse gemeenschap als gevolg van het COVID-19-virus hoger, zei gezondheidsminister Amar Ramadine gisteren aan onze nieuwsdienst. Er heeft zich dus een verschuiving voorgedaan. De inheemse hebben we gezien in de eerste twee golven dat ondanks ze minder besmetting hadden, het aantal overledenen absoluut en relatief meer was dan de andere bevolkingsgroepen. We hebben ook gesteld dat de PAHO en de WHO ook daar een speciale artikel hebben gepubliceerd over de besmettingen bij inheemse en het verloop van de ziekte bij inheemse. Daar is speciaal is in een report van de PAHO over een factsheet en over deze groep. Wat de heer Orie heeft gezegd in de afgelopen persconferentie is dat we een shift zien bij deze ronde. Minder besmettingen bij inheemse, dus ook minder overledenen. Maar we zien nu een shift van de Javanen, de Javaanse groep dan die nu een beetje aan het stijgen is. Dus er nemen meer besmettingen toe bij die groep. En er is ook terecht die vraag gesteld, zijn er misschien meer besmettingen in clusters van Javaanse gemeenschappen of niet? Dus nogmaals, dat is eigenlijk wat het verhaal is. Ramadine zegt dat de recente bekendmaking dat inheemse meer sterven aan COVID-19 van kracht is voor de eerste twee coronagolven. Na de uitspraak van een medisch specialist die beweerde dat er bij de Javanen meer doden geregistreerd staan, doken er veel vragen op in de samenleving. Volgens de minister is in de derde golf een duidelijke verschuiving te merken en is er onderzoek nodig naar de oorzaken van de verschuiving. Ook moeten de statistieken die eerder een hoog sterftecijfer bij de inheemsen aangaf, worden getoetst, besluit Ramadine.